Er worden vanavond ongeveer 3000 mensen verwacht bij de wedstrijd tussen Urk en Katwijk. En daarop wordt deze weg, de Vormtweg die vanuit het dorp komt, maar ook van buiten Urk komt, afgesloten. Er gaan pendelbussen rijden vanuit het dorp. Ja, er worden pendelbussen ingezet. De Vormtweg is te smal om al die verkeersbewegingen te handelen. Dus we hebben in de voorbereiding meteen gezegd, de Vormtweg wordt afgesloten. Iedereen komt maar op de fiets of op de brommer. En de bezoekers uit Katwijk die komen met 7 bussen. Dus die gaan we hier ook een plekje geven. Er moest in aanloop naar dit duel veel worden aangepast. Er is een extra tribune geplaatst langs het veld en een afgesloten vak voor de supporters die uit Katwijk komen. Een extra vak voor de gasten, dat vinden beide clubs belangrijk. Het is een wedstrijd met een verhoogd risico. Het is niet een gewone competitiewedstrijd. En daarom moeten wij ook extra maatregelen nemen. Wat zou er dan bijvoorbeeld kunnen gebeuren? Waar zijn jullie bang voor? Bang. Dat is natuurlijk wat concurrentie onder elkaar. En we hopen dat alles vredig verloopt en dat iedereen genieten kan van een mooie wedstrijd. En als er mensen tussen zijn die willen rellen of we hebben voldoende stewards ingezet. Dus we denken dat we daar alles mee afgedekt hebben. Dat de wedstrijd leeft op Urk, dat blijkt wel uit het feit dat veel sponsoren erbij willen horen. De businessclub houdt voorafgaand aan het duel zelfs een speciale bijeenkomst in het partycentrum De Koningshof in het dorp. Wij hebben dit aangekondigd bij ons in de businessclub, bij onze sponsoren. We hebben de uitnodiging eruit gestuurd. En ja, de aanmeldingen die bleven binnenkomen. We hebben hier met de partyservice gezeten en uitgegaan eerst van 300 personen met één zaal. Nou, toen moesten we gelijk alweer bijstellen om er 2 zalen van te maken. En we zitten hier vanavond met 460 BCU-leden en genodigden. Beladen wedstrijd dus vanavond hier op Urk. Advies is, kom op de fiets en neem een regenjas mee.